Allemaal. We zijn vandaag weer bij elkaar om een Java 1 les aan te horen, of een PRC 1 les zoals het in het rooster heet. En ik wil een aantal onderwerpen behandelen. Het zijn wel best wel pittige onderwerpen, moet ik zeggen. En we doen ook een stukje herhaling van de vorige week, omdat we als docenten gevonden hebben dat dat nog wat extra aandacht behoeft. We gaan het met name hebben over interfaces en wat dat precies ook alweer voor dingen zijn. Om dat een beetje meer te preciseren. En dat kan ik het beste doen aan de hand van dit plaatje. Wat ik in deze browser heb staan. Ik zal die browser even maximaliseren. Zodat je het allemaal kunnen zien. Hier zijn we met een klassendiagram, zoals dat heet. Waarbij we de relatie tussen een aantal klassen zien. En een heel veel vaak voorkomende vraag is. Waarom heb je nou eigenlijk interfaces nodig? Wat voegt dat toe aan de mogelijkheden van de programmeur? En dat is best wel een lastige vraag om te beantwoorden. Vooral als we in de voorbeeld die we laten zien steeds doen zoiets als list van met een naam. Bijvoorbeeld list van studenten is gelijk aan een nieuw ArrayList. En vervolgens gaan we aan die ArrayList elementen toevoegen. De vraag is dan steeds waarom gebruik je een list aan de ene kant en een ArrayList aan de andere kant. De linkerzijde voor jullie uitgezien. Voor jullie uitgezien. Even, dat kan ik het beste overigens laten zien in de code. In de editor. In NetBeans. Wat we vaak gedaan hebben in de afgelopen week is zoiets als we hebben een lijst gedefinieerd. In dit geval gaat het over auto's, dat is duidelijk. Hè? List van waar auto's in zitten. List van car elementen. Auto's, laat ik het dan zo maar noemen, is een nieuw array list. Hop. Hop. List. En dan moeten we nog wat spitse haakjes bijschrijven. En dan vervolgens moeten we nog de import statement aanmaken om te zorgen dat die ArrayList binnenkomt. We hebben heel vaak dit soort voorbeelden gezien. En de student vraagt zich dan af, wat is nou daar het nut van? Maar feitelijk is dit niet meer als aantonen dan een list en een ArrayList bij elkaar passen. In de zin dat een variabele van een type list een ArrayList kan bevatten of ontvangen. Dat je een toekenning kunt doen van een ArrayList naar een list. Dit is de linkerkant van de expressie. En die definieert het zogenaamde statische type van een object. Dus in dit geval zijn die auto's, dat is een list van car. Maar de toekenning, de variabele die ik erin stop, de referentietype dat ik erin stop, is een ArrayList. En die ArrayList... dat is een subtype van list. Dat wil eigenlijk zeggen dat ArrayList implementeert het interface dat een list gedefinieerd is. Dat is een stukje praktijk dat we tegengekomen zijn vorige week. En de theorie die daarbij hoort, wil ik aan de hand van dit klassendiagram uitleggen. Om uit te leggen, en dat lijkt heel erg veel, en dat is ook een groot klassendiagram. En dat heeft ook een doel. Met name te laten zien dat je heel veel klassen... hetzelfde interface kunt laten implementeren. En dat komt zo meteen uiteindelijk. En het laatste stukje van het verhaal komt dat nog meer naar boven. Nou, laten we hier maar eens even kijken wat dit klassendiagram precies betekent. Hier zien we dat we een aantal interfaces gedefinieerd hebben. Of een abstracte types gedefinieerd hebben. Laten we even zeggen dat dit een interface is. En in de klassendiagram, als je het kunt lezen, weet je dat ook onmiddellijk omdat er een stippellijntje naartoe loopt. Dat wil zeggen, er is een definitie, maar geen implementatie. Dat wil zeggen dat bovenste ding is een interface. En dat betekent dat hier op de een of andere manier iets gedefinieerd is wat voor voertuigen van toepassing is. Het Engelse woord voor voertuigen is vehicle. En in dit plaatje heb ik maar een aantal subtypes van dat vehicle gemaakt. Onder andere de verzameling van drijvende objecten. En dat is een vlot. En dat is een raft of een ship. Dat is een ding wat zelf gemotoriseerd is. Of een barge. En dan moet je eigenlijk denken aan de oorspronkelijke betekenis van barge. Dat noemen wij een trekschuit. Waar je aan moet trekken. Dat zie je hier in het interface tow. Een ding waar je aan moet trekken. En datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor een rijtuig. Een rijtuig waar een paard voor zit en waar je aan moet trekken. Of een bollenwagen of een kruiwagen. Maar dat is dan geen tow, maar een push. Maar het idee is hetzelfde. Dat zijn allemaal zaken die zelf geen aandrijving hebben. Non-self-propelled vehicles, zo zou je dit kunnen noemen. Dan zijn er een aantal vehicles die kunnen rollen.
En dat betekent niet meer anders dat er wielen onder zitten. Een bal rolt natuurlijk ook, maar dat beschouwen we meestal niet als voertuig. Maar als we het hebben over een bike, een motorfiets in dit geval, of een auto of een Segway, waar ook twee wielen aan zitten, net als het aan de bike. Maar dan is de positie van die wielen anders. Dus dat is ook een rollend vehicle. Een rollend vehicle, rolling vehicle. Zo is het in het Engels heet. Behalve dit supertype wat we al deze apparaten kunnen geven, kunnen we dat ding ook nog één of meerdere, en dat is belangrijk, één of meerdere interfaces laten implementeren. Bij Java is het zo dat je single inheritance hebt van classes. Dus als je een klasse erboven hebt staan, gaan we zo meteen zien. Als een klasse erboven hebt staan, dan mag dat één keer, precies één keer. Maar je kunt zoveel interfaces definiëren als wel je zin in hebt. Dat is niet altijd zinnig. Vaak beperk je tot die interfaces die iets toevoegen aan dat wat je wilt modelleren in je programmatuur. Want denk, programmatuur is niks anders dan een model van de werkelijkheid waarin je die aspecten, waarin die aspecten van de werkelijkheid die je van belang vindt voor de applicatie naspeelt of zoveel mogelijk probeert te doen. Laten we even kijken naar dit plaatje. Al die gemotoriseerde rolling vehicles, want zo moet ik het plaatje lezen, die hebben een of andere manier een aandrijfaggregaat. Dat heet in het Engels wel engine. Ik wist even geen betere naam, maar dat leek me een passende naam. Hoewel de eerste ding wat een engine genoemd wordt, was een stoommachine. En daar hebben we het hier duidelijk niet over. Komt zeer waarschijnlijk van engineering, maar dat is wat een engine precies doet. En... excuses. En als we naar zo'n engine gaan kijken, dan zien we dat daar ook een aantal zaken in zitten. In dit klassendiagram, als we dat verder gaan lezen, dan zien we dat een motorized vehicle heeft een engine. Dat is wat in dit lijntje aangeduid is. En dat engine zelf kan twee subtypes hebben. Namelijk een elektromotor. Dat zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Maar laten we het voorlopig even hebben aan een verbrandingsmotor. Een combustion engine in het Engels. En daarvan mag ik één keer een afleiding maken. En dan heb ik hier jammer genoeg meerdere interfaces neergezet, maar dat maakt even niet uit. Dat komt zo meteen nog wel. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, en zo'n combustion engine die heeft onderdelen. En niet zo'n beetje ook. Daar zit bijvoorbeeld een cilinder in. En een cilinder heeft ventielen, of wat we noemen, wat we in Nederlands zeggen, kleppen. Cilinderkleppen. Heeft ook een zuiger die in die cilinder op en neer zit. En die zuiger, heb ik niet hier getekend, maar heeft ook nog zuigerringen. Zo'n motor heeft ook nog een krukstang en drijfstangen. En weet ik wat allemaal niet meer zijn. Bougies als het een benzinemotor is. Of inspuiters als het een dieselmotor is, enzovoort, enzovoort. Die dingen, die kun je allemaal categoriseren of samenvatten als zijnde een onderdeel. Oftewel in het Engels een part. En je ziet dat in dit klassendiagram zo'n path gedefinieerd is als een interface. Want ik had immers die combustion engine zelf al subklasse gemaakt van engine. Dus die kan alleen nog maar part interface implementeren. En eventuele meerdere, wat we zo meteen gaan zien. Maar zo datzelfde part interface kan ook door de cilinder. En datzelfde part interface kan ook door de valve. En datzelfde part interface kan ook door de piston genoemd. En als we dat even preciseren, dan zie je bijvoorbeeld hier zo'n paard is niet alleen een onderdeel, maar kan zelf ook onderdelen hebben. Als ik hier een muis omhoog zou houden, deze muis, die heeft onderdelen. Er zitten schroefjes in, er zit een ledje in, er zit een sensor in, er zit een batterij in, want dit is een draadloze muis. Daar zitten dus ook allemaal onderdelen in. En die onderdelen zelf, die kun je samenvatten, bijvoorbeeld met behulp van de definitie van een paard, waar een subpaard zit. En in zo'n interface definitie betekent niks anders dan zo'n paard subpaths kan hebben die ik allemaal kan opvragen middels een collection van het type path. Dat betekent dus, op het moment dat ik die collection krijg, dan weet ik dat het paths zijn. Maar nog niet meer. Ik weet alleen maar dat het paths zijn. En als we dat in een programma zouden schrijven, dan zou het statische type van die definitie zou dan een path zijn. Als ik dan vervolgens uit die collection een path zou halen, en stel we hebben het over die combustion engine als path, dan kan ik de subpaths opvragen en dan kom ik op het eerste niveau de cilinder tegen. En dat is
Dat is op dit, in dit plaatje is dat ook het enige wat je tegenkomt. Een motorblok is simpelweg, het blok is weggelaten. En, maar als ik dan vervolgens aan die cilinder ga vragen welke onderdelen dat die heeft, dan zul je zien dat die dan zegt, ik heb valve. En afhankelijk van je motortype zijn het er 2 of 4 of 3 soms. En het, elke cilinder heeft ook een piston. En zelfs die piston zal weer parts hebben, want daar zitten zuigeringen op. En daar zit wellicht ook een, de drijfstang aan. En daarmee maak ik het mogelijk om met behulp van een interface dat een abstracte definitie is van wat daaronder hangt, kan ik dan vervolgens toch een aantal interessante dingen doen. De andere interessante dingen doen is bijvoorbeeld opvragen wat het onderdeelnummer is. Ik kan de beschrijving opvragen, ik kan het gewicht opvragen als dat van belang is. En bij auto-onderdelen kan dat best van belang zijn vanwege transport. Ik kan natuurlijk ook de prijs opvragen of de vervangingsprijs enzovoort enzovoort. En als we dan over prijzen hebben, dan komen we eigenlijk in de richting van deze dingen, die hier in de rest van het klassediagram staan. We zijn eigenlijk begonnen het hele plaatje met behulp van het scenario, een use case, waarbij we het hebben over een veiling, een veilinghuis. En in het Engels heet dat een auction of een auction house. En dat is ook weer kan ook een klasse zijn. Nou, wat interesseert ons nu bij zo'n veilinghuis? Wat is eigenlijk van belang van een veilinghuis? Wie kan daar een zinnig antwoord op geven? Wat is van belang voor een veilinghuis? Als we kijken naar bijvoorbeeld spullen die we willen verkopen. Vehicles in dit geval. Ik heb een vlot, ik heb een schip, ik heb een strekschuit. Ik heb een rijtuig, ik heb een motorfiets, ik heb een Segway, ik heb een car. Welk aspect? Een bepaalde value? Ja, precies. Wat is dit ding waard? Want uiteindelijk is dat die auction is vooral geïnteresseerd is. Wat is de vraagprijs en wat is de biedprijs? En hoe kunnen we die bij elkaar laten komen? Hè? En als het een populair ding is. Bijvoorbeeld als ik een... stel maar even voor. Ik heb hier een Rolls Royce staan. Die wil ik verpatsen op een veiling. En zou het zomaar kunnen zijn als die, dat die een hoge prijs kan hebben. En zeker krijgt hij een hoge prijs als die van een bijzonder persoon is geweest. Ik weet zeker, als ik de Rolls Royce van Van der Homburg verkoop, dan krijg ik er niks voor. Maar als ik de Rolls Royce van Mick Jagger verkoop, dan vangt hij veel geld. Om de simpele reden dat zo'n ding waarde heeft gekregen vanwege de vorige eigenaar. Datzelfde, die waarde, dat geldt ook voor juwelen. En dat is wel zo'n beetje het tegengestelde van wat je zou kunnen bedenken. Dit zijn allemaal tamelijk praktische zaken. Daar kun je je mee laten vervoeren. En wat je met juwelen kunt, ja, in een kistje stoppen. Bang zijn dat ze gestolen wordt, om je nek hangen of op de nek van je vrouw hangen. Maar veel praktische waarde hebben die dingen niet, behalve dan geld instoppen enzovoort. Daar wil ik even verder niet op ingaan hoe je daarnaar tegenaan kijkt. Evengoed, als ik dan vervolgens deze auction samen wil brengen met al die andere dingen in het klassediagram, dan kan ik dat doen door dit abstracte ding, wat je kunt voorstellen als een interface, toe te voegen aan al deze klasses. En dat zou kunnen betekenen dat je hier een definitie in maakt, zoiets als get price. Of get, even kijken, get going price. Dat zou de prijs zijn waarbij het verkocht mag worden. Of de, enzovoort, of die estimated price. Allemaal dat soort dingen. Dat zou kunnen zijn. Maar laten we het even simpel houden, heel simpel houden, waarbij we twee definities toevoegen. Eén definitie die zegt, we moeten een prijs hebben. Dus al deze dingen zouden een prijs moeten krijgen. En het tweede is, je moet een beschrijving hebben. Het eerste ding, die prijs is relatief eenvoudig. Je kunt aan een onderdeel een prijs vragen. En die gaan vervolgens in dit diagram opnemen. En ik zal hier even het originele plaatje bijhalen. Dat is misschien wel zo handig om dat daaraan te gaan sleutelen. Want dan kun je ietsje meer zien wat ik bedoel. Ik ga daar een tekenprogrammaatje voor gebruiken om dit ding te laten zien. Ja. Wat zullen we dan nu hebben? Op deze machine staat blijkbaar geen umlaut. Nou, dan moet ik het aan de hand van het plaatje doen. Dan moet ik simpelweg wijzen en jullie natuurlijk opletten. Is niet anders. Wat was ik aan het zeggen? Je moet je voorstellen dat in dit hokje, net als in dat hokje van parts, dat daar een methode gedefinieerd kan worden. Zoiets als getPrice. Die levert een
een double op, dat is niet het verstandigste, maar of een int, prijs en centen, of een long, hetzelfde, prijs en centen. En het tweede is een methode waarbij je de beschrijving op kan vragen. Dit lijkt dan dat al deze onderdelen een field moeten krijgen dat overeenkomt met die beschrijving of met die prijs. Maar dat hoeft helemaal niet. Want ik kan me voorstellen dat zo'n combustion engine, dat de prijs van een combustion engine, althans de kostprijs, niet de verkoopprijs, maar de kostprijs, samengesteld wordt uit de prijs van de onderdelen plus montagekosten. Dat laatste laat ik even in het midden. Maar stel even voor dat je dan de prijs wil weten van zo'n combustion engine, dan zul je de prijzen van al die onderdelen bij elkaar moeten tellen. En dat kun je doen door aan die part te vragen van wat is jouw prijs en wat is de prijs van jouw onderdelen en wat is de prijs van de onderdelen van de onderdelen enzovoort. Dat kun je dan doen. Dus door dat interface te definiëren en daar vast te leggen dat er een prijs moet komen als je mee wil spelen, leg je feitelijk vast dat die auction dan vervolgens kan beschikken over een prijs. En datzelfde geldt over gewoon beschrijving. Waarbij je bijvoorbeeld voor kunt stellen dat je een auto beschrijft met meer details. Dat je daar bijvoorbeeld bij zegt, natuurlijk het merk en het type. Maar ook het bouwjaar, de kleur, het aantal zitplaatsen, weet ik wat allemaal wat van belang is voor een auto. Maar ook het type motor bijvoorbeeld, enzovoort, enzovoort. Wat relevant kan zijn. Dus door het simpelweg toevoegen van een interface en dat te implementeren in een zodanige manier dat al die klasses die daarin zitten, daar relatief weinig aan werk aan hebben, is de beste manier om te zorgen dat die auction met al deze spullen omgaat, kan gaan. En wat ik er nog uitgelaten heb, het klassediagram had nog veel groter kunnen zijn. Er hadden ook paarden bij kunnen staan, huizen. Weet ik niet allemaal, alles wat schilderijen natuurlijk. Alles wat van waarde is en wat via een veiling, een opbodveiling verkocht zou kunnen worden. Ik hoop dat een klein beetje duidelijk is. Heeft iemand hier nog een vraag over? Want ik moet vanwege de tijd naar het volgende onderwerp. Het is dus in principe, ja, die meteen de Java niet hoeveel interfaces je kan koppelen aan één klasse. Zeg dat nog eens. Dus in principe limiteert Java niet hoeveel. Precies, inderdaad. Ja, klopt, helemaal. Java limiteert je niet in het aantal interfaces dat je kunt implementeren in een klasse, maar Java limiteert je tot één supertype van een niet-abstract, van een niet-interface. Hè? Je mag één keer erven van een klasse, maar zo vaak als je wil van verschillende interfaces. Vaker erven van hetzelfde interface is niet zinvol. Maar je kunt bijvoorbeeld een lijst die kun je sorteerbaar maken. Of een jewelry kun je serializable maken. Je kunt daar een prijs aan hangen. Je kunt daar allerhande interfaces boven hangen. Maar één supertype. En zo is dat hier gebeurd. Zo'n combustion engine die heeft één supertype. Die heeft nu het supertype van het type interface path. Dus behalve dat zo'n combustion engine een engine is, is die ook eens een paad doordat het dit interface implementeert. En als het verkocht kan worden op een veiling, stel dat ik die onderdelen ook wil verpatsen op een veiling, dan kan die combustion engine kan dan ook een valuable implementeren. En zelfs zou je kunnen zeggen, die engine kan een valuable implementeren. Dat heeft te maken met een ontwerp dat je wil maken. En ik wil daar toch een klein beetje nog op aan toevoegen, want dat schiet me nu in het hoofd. Stel nu dat je dit interface wil implementeren in al deze subclasses. Als je dat helemaal in het onderste niveau doet, dan heb je veel werk. Want dat betekent namelijk dat al die classes moet je bewerken met je editor, met je IDE. En daar allemaal dat valuable interface aan toevoegen, de implement valuable. En vervolgens ook dat werk wat daarbij hoort te doen. Dat laatste kun je ook niet vermijden, maar als je zo'n klasse hiërarchie hebt als hier bijvoorbeeld, dan kun je bijvoorbeeld dat interface ook op een hoger niveau implementeren. Bijvoorbeeld dat valuable interface dat ga je implementeren in het part niveau. Dat wil zeggen je extend dan dit part interface met een ander interface, zodat het feitelijk een breder interface wordt, waarbij dan automatisch meegenomen is dat een part, omdat het valuable interface implementeert, ook een prijs moet hebben en een beschrijving. Als ik dat doe, dan kan ik al het werk wat ik hier moet doen om dat te implementeren, dat kan zijn het maken van één methode, en in dit geval is het een iets complexere methode, maar zelfs dat valt mee, zodat alle kindklassen, alle klassen die daaronder zitten, automatisch
het voordeel krijgen dat die implementatie al aanwezig is en beschikbaar is. En als daar niks, als dat correct is voor alle gevallen, dan kan ik die implementatie van die superklasse simpelweg gebruiken zoals die gedefinieerd is. En dan ben ik er dus. Dus het is vaak een keuze om te zien waar kan ik zo'n interface het beste definiëren. En als we even teruggaan naar, even kijken, dan kan ik beter een andere editor, een andere browser pakken. Omdat ik die wat meer kuntjes heb geleerd. Jullie zien als het goed is nu een Google Chrome. En ik ga nou even laten zien. En dat hebben we de vorige keer ook al gezien. Nee, dit doe ik niet. Ik pak even een plaatje van de vorige week terug. Dat kan ik heel eenvoudig doen door hier te gaan naar week 9. De images directory. En daar staat ook een SVG file in. Nee, dat is nou net niet de goede. Dit ding. Dit ding wil ik laten zien. Hier zien we bijvoorbeeld dat de makers van deze hele bibliotheek, want dit spul zit allemaal in de standaard Java bibliotheek, dat de mensen maken daarvan ook ervoor gekozen hebben om interfaces op een niveau te definiëren en te implementeren waar ze dat het meest praktisch vinden. Zo is bijvoorbeeld een object, dat is natuurlijk de vader van iedereen, daar mag je één keer van erven. Dat betekent dat dit ding al een klasse is. En op dit niveau hebben ze ervoor gekozen om één keer collection te implementeren. Implements collection en implements iterable. Waardoor je hier deze methodes krijgt. En op een laagje lager, waarbij dan een ordening aangebracht wordt. Dat wil zeggen, we hebben nu een lijst waar je de spullen in kunt stoppen en dan dezelfde volgorde weer uit kunt krijgen. Dat gebeurt dan door op dit niveau het list interface te implementeren. En zo kunnen we nog een keer naar beneden gaan. Dan zie je hier bijvoorbeeld dat ArrayList het random access interface implementeert. Waarmee aangegeven wordt dat je efficiënt door een ArrayList kan fietsen. En dat ArrayList en LinkedList allebei twee interfaces implementeren. Namelijk serializable en clonable. En hier zien we ook een voorbeeld waarbij een abstract collection, dat een abstracte klasse is. Maar evengoed een klasse, dat twee interfaces definieert. En als we dat dan gaan zien in de browser, dan ziet dat als volgt. Nee, ik moet niet naar de mail gaan, want dat is niet zinvol. Ik moet naar de API gaan. Hup, oh, nee, en dan niet naar de API van naar deze API gaan. En ik kan hier bijvoorbeeld weer dat list interface opzoeken. Hupsakee, en dan gaan we naar Java. Util list, twee lijsten in Java. Nu zien we hier dat we dat list interface hebben. We zien hier dat deze lijst twee super interfaces heeft. Daar collection en iterable. Zoals in het klassendiagram zojuist ook. Kijken of ik dat. Ja, zoals in het klassendiagram zojuist ook. En als ik uiteindelijk kijk naar de definitie, dan zie ik dat het interface geschreven is. Het interface list beschreven is als een lijst. Van het waar je spullen van type E in kunt stoppen, elementen van het type E in kunt stoppen. Extends collection E, dat betekent dat dit ding hier gedaan wordt, dit hier toegevoegd wordt, deze pijl. En als ik vervolgens naar collection ga kijken, dan zie ik dat die collection zelf die iterable implementeert. Je ziet dat dus eigenlijk dit lijntje al niet goed is, maar het geeft aan, met het plaatje wordt wel bedoeld dat we op een bepaald niveau een klasse één keer een andere klasse kunnen laten uitbreiden. En één of meerdere keren een interface kunnen laten implementeren. Laat ik eens even kijken naar ArrayList. Misschien is dat een beetje meer in lijn met wat ik wilde laten zien. Een lijst, dan moeten we weer naar ArrayList gaan. Ah, hier zien we het. Hier zien we dat public class ArrayList, RS van 1 supertype, dat is die abstract list in dit plaatje. En implements dan 1, 2, 3, 4 interfaces. Waarvan ik random access, serializable. Ik heb ze er allemaal in staan.
Dat is die rode hier en die clonable en serializable, dat is die linkse daar. Als ik weer een niveautje omhoog ga en ik ga dan naar mijn linklist, dat is een boer, dan zie ik dat zo'n linklist die hier ook weer de, een ander interface implementeert, een sequential list, misschien is dat ook wel leuk, die implementeert list en DQ is nog een aantal andere interfaces die ik simpelweg in dit plaatje weggelaten heb vanwege het feit dat dat te veel van het goede was. En ook op, voor de uitleg, voor waar dit plaatje voor gemaakt is, is ook niet nodig. Breng me overigens bij een tip die jullie misschien voor het leven moeten onthouden. Een klassendiagram hoeft niet alles te bevatten. Het moet alleen maar dat bevatten wat je wil vertellen in je verhaal. Maar namelijk die belangrijke samenhangen tussen de klasses die je wil laten zien. Excuses. Oké. Dan moet ik weer terug naar mijn lesmateriaal. Dat ligt ergens verstopt, zie ik. Bekeken. Dat zit hem hierin. Juist. Ja, daar zitten we weer. Daar zitten we helemaal goed. Dus aan de hand van dit plaatje heb ik nog een klein beetje kunnen uitleggen wat, wat interfaces zijn, hoe dat samenhangt met klasses enzovoort enzovoort. En er zijn nog een hoop dingen over te vertellen die je zou kunnen doen. Dat ga ik nu niet doen, want dat loopt dan gruwelijk uit de tijd. We hebben nog veel meer andere leuke onderwerpen, hele nuttige onderwerpen, die jullie in de MOOC deze week gaan tegenkomen, die we willen laten zien. Het volgende waar we het over willen hebben, en dat is een klein beetje anders dan dat in de MOOC gebeurt, is we gaan het hebben over interfaces. En meer specifiek omdat we interfaces, dat die een hele leuke eigenschap hebben en dat die bijzondere betekenis hebben gekregen sinds Java 8. En we doen dat aan de hand, en vanwege het feit dat het meest praktische voorbeeld is, aan de hand van het comparable interface. En zoals jullie allemaal weten, comparable is een interface. En dat definieert eigenlijk vrij weinig. Het zegt niet meer als je twee dingen, A en B heten die vaak, met elkaar vergelijkt. Dan kunnen er drie mogelijke waardes uitkomen. En ik moet eigenlijk zeggen drie mogelijke waardes. Want waarvan twee van die waardes waarden bereiken zijn. En eentje een zeer specifieke waarde. Namelijk als A en B, wat de vergelijking betreft, gelijk zijn. Dan is de uitkomst per definitie 0. Dus als ik de lengte van twee studenten meet. En ik wil de studenten vergelijken op basis van lengte. En ik meet twee keer de lengte precies gelijk. 1,87 meter. Bijvoorbeeld, dat zijn lange jongens. Relatief lange jongens voor de moderne tijd. Dan zijn die twee studenten gelijk als ze diezelfde lengte hebben. En als A groter is dan B, dan moet daar een positief getal uitkomen. En als A kleiner is als B, dan moet er een getal kleiner dan 0 uitkomen. En laatst had ik een discussie met een student, of beter, een discussie is een beetje een groot woord, maar die vroeg me, ik kan het niet goed onthouden, comparable en wat er nou uit moet komen, groter dan, kleiner dan, enzovoort. Hoe zit dat nou ongeveer? En dat kun je eigenlijk het beste doen aan de hand van een tekeningetje. Namelijk, als je een comparable maakt, van een comparable van A en B, comparable van A en B, dan betekent het, hebben we het volgende tabelletje. A is groter dan B, dan moet dat opleveren een getal groter dan 0. A is B, dan levert dat op is 0. En als A kleiner dan B is, dan levert dat op een getal kleiner dan 0. Je ziet dat het niks anders is als dit teken, dit groter teken, te verplaatsen naar die kant, het gelijkteken verplaatsen naar die kant en het kleiner teken verplaatsen naar die kant. Dus die comparator A, B is simpelweg A vergelijken met B en het is alsof je A en B met elkaar vergelijkt. En dat betekent dat er een waarde groter 0 uit moet komen als A groter dan B is. Als A kleiner dan B is, moet er een getal kleiner als 0 uit komen en als A voor wat die vergelijking betreft gelijk zijn, dan moet er kleiner dan 0 uitkomen. Ja, laten we daar eens naar kijken. Dit is ietsje te vroeg wat ik hier heb staan. Een moment.
Heb ik het gelaten? Dat heb ik gelaten. Oh ja, nou weet ik het weer. Een interface definitie is, ziet er zo uit. En in de Java doc kan ik dat ook nog even boven water halen. Zet dat ding ook maar gewoon hier neer. Als ik hier comparator opzoek, comparator, dan zien we dat hier de comparator staat. Je ziet dat het een interface is. Het heeft ook een aantal subclasses. Er is een implementerende klasse van. Dat is leuk. Maar wat we vaak zullen zien is dat we die comparator maken op het moment dat we hem nodig hebben. En maken op het moment dat we hem nodig hebben, dat klinkt wel heel raar. We hebben het over een interface. En dan ga je vervolgens dat interface maken, terwijl we allemaal weten dat je een interface niet kunt implementeren. Nou, dat gaat gewoon niet. Je kunt een interface niet implementeren. Nou, laat ik jullie uit de droom helpen. Dat kan bijna. Niet helemaal. Maar als jij ervoor zelf voor zorgt dat op het moment dat je een interface van een interface een instantie wil maken, als je dan zelf het huiswerk doet om dat wat er nog mist te bouwen, te maken, te implementeren, dan zegt Java oké, dat mag. Als jij zelf aandraagt wat er nog nodig is, dan gaan we dat doen. Dat ga ik ook even voordoen. Deze klasse allemaal dichtgooien, want die moet ik even niet meer zien. Ik ga een klasse maken. Gewoon een nieuwe klasse, ergens hier. Een nieuwe klasse. En ik heb het alleen maar nodig om een framework te hebben. Dankjewel voor de opmerking. Dan ligt hier iets voor. En dan moet ik dat even helpen. Oké, moment. Wat nu? Ja, als het goed is, zien jullie nu de IDE? Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Dankjewel voor de opmerking. Dat is een hele nuttige. En hier heb ik het voorbeeldje nu. en ik wil niks anders als laten zien dat ik een comparator kan maken op de plek waar ik hem nodig heb. Stel maar even voor dat ik studenten met elkaar wil vergelijken. Waarom studenten het beste voorbeeld, het makkelijkste voorbeeld, hoeven we verder niet over na te denken. We weten allemaal wat een student is, want we zijn er een of we zijn er ooit in geweest. En we kunnen ons heel goed voorbeelden wat dat voorstelt. In ieder geval hoeven we dan allerhande details niet verder uit te leggen. Laten we een student pakken, een studentobject. Nee, laten we een comparator maken, want dat wilde ik. Comparator. En ik wil studenten met elkaar. Student met elkaar vergelijken. Student lengte naam lengte comparator. Die wil ik maken. Een hele lange naam. Ik hoop dat duidelijk is wat dat ding gaat doen. Dat gaat zo meteen. Gaat dat de studenten vergelijken op basis van de lengte van de naam. De namen kan ik nu vaststellen. Ik zie een Patrick PCKM van Leipzig. Dat is een behoorlijk lange naam. Maar die van mij is langer. Pieter van den Homberg. Pieter PFJ van den Homberg is de naam is langer natuurlijk. Maar laten we even gaan zien hoe we dat heel eenvoudig kunnen gaan doen. Maar dit is misschien zelfs niet eens het slimste voorbeeld. Ik ga wel een comparator maken. Dus even een import doen. Voor de mensen die willen weten hoe je dat snel kunt doen. Ctrl-Shift-I. Ctrl-Shift-I. Dat zorgt ervoor dat je snel een import kunt doen. Ik wil eventjes deze student bietsen. Dan hoef ik die niet meer opnieuw te maken. En dan, die heb ik namelijk al. Dat wist ik. En nu moet ik die import nog toevoegen. Werkt het nooit als ik het wil. Nu is die student is nu aanwezig, maar ik wil deze comparator niet maken op basis van studentlengte, maar op basis van studentnummer. Studenten hebben allemaal een studentnummer, jullie hebben ook allemaal een studentnummer, dat zijn 7 cijfers. Dat levert de pas makkelijk in het integerbereik. Studentnummer comparator. Pas makkelijk in het integerbereik, en daar zijn we mee.
Nou, zo'n comparator kan ik maken. Ik kan namelijk simpelweg zetten is new comparator. En je ziet dat dit is zelf zodanig dat ik niet eens die puntkomma had getypt. En toen had NetBeans hier al de comparator neergezet. Ik kan dat nog een keer laten zien. Dat wil zeggen, ik kan ongeveer laten zien wat er gebeurt. Dit mag ik definiëren. Ja. Als ik hier nu neerzet is new comparator. Dan zie je dat NetBeans daarvan maakt, oh, dit is een interface. Nieuw daarvoor betekent je wilt een implementatie hebben. Dat betekent de programmeur is van plan om zelf het werk, het huiswerk te doen. En dat betekent dat hij een methode moet definiëren, moet overschrijven. Dat staat dan met deze override-annotatie. Dat hij die override-annotatie moet overschrijven. En dat hij een methode moet definiëren, implementeren zelfs. Waarbij er een student in gaat en nog een student. Dus een student A en een student B. Laat ik daar maar gelijkbaar werk van maken. En B. En dat ik die twee studenten met elkaar ga vergelijken. En nu is deze implementatie natuurlijk niet heel erg zinvol. Want ja, NetBeans is een computer en een stom ding. Of althans een programma en een stom ding. Dus je weet niet wat ik nou eigenlijk moet doen. Maar ik weet het gelukkig zelf wel. Ik weet namelijk dat ik een waarde moet teruggeven die ligt tussen die een positief getal oplevert als het studentnummer van A groot is als het studentnummer van B. Die moet een getal gelijk aan 0 opgeven als, als die twee studenten hetzelfde studentnummer hebben. In veel gevallen betekent dat het ook dezelfde student is. En het betekent ook dat als de student A een kleiner nummer heeft als B, dan moet er een getal kleiner dan 0 uitkomen. Hoe kunnen we dat realiseren? Dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Ik kan van A, dat is een student, kan ik zijn studentnummer ophalen. En dat is deze methode. En ik kan vervolgens van die student B, kan ik hetzelfde doen, get studentnummer. Ik kan die twee waardes ik kan die twee waarden van elkaar aftrekken, want het zijn simpelweg integer waarden. En ik kan die simpelweg teruggeven. Daarmee heb ik voldaan aan het contract, namelijk ik geef een int terug. En ik geef ook nog eens een int terug waarbij de waarde groter is als 0 als A een groter studentnummer heeft als B. En kleiner is als 0 als A een kleiner studentnummer heeft als B. Dus hier, dit voldoet helemaal aan het contract. Dit blijft me storen, dus ik ga het maar gelijk veranderen. Ik vind het een lelijke naam, dus zo schrijf je geen Java. Zo, is dat ook weer gebeurd, is dat opgeruimd. Dus dit ding voldoet helemaal aan het contract. Dat wil zeggen, ik heb een interface, ik heb een implementatie. En ik heb dat gedaan door te zeggen, ik wil dat nieuwe interface, maar weet je wat, tussen deze accolades doe ik hetzelfde het huiswerk. De blauwe is het huiswerk. Je ziet dan dat je eigenlijk toch wel veel tekst moet schrijven, terwijl het eigenlijk niet meer is als wat hier staat. Dat is eigenlijk niet meer als wat hier staat. Het is simpelweg een aftrekking. A min B of A get studentnummer min B punt get studentnummer. Maar meer als een aftrekoperatie is het niet. Dus wat je zou kunnen zeggen, wat we eigenlijk nodig hebben, is niks meer als dat wat er in deze comparator methode gaat, dat is de compare methode, dat is die methode die je moet implementeren. Dat is niet meer als twee parameters die gaan erin en je doet een operatie op die twee parameters. Dus dit is het eerste stukje wat je wil definiëren, wil vastleggen. En dit is het tweede stukje wat je wil vastleggen. Nou, dat is precies wat een zogenaamde lambda-expressie mogelijk maakt. Je kunt namelijk al deze troep, kun je helemaal weghalen. En je kunt de troep die achter, zelfs deze return kun je weghalen. Je kunt ook die accolade die hier staat weghalen. Je kunt die puntkomma die daar staat weghalen. En je kunt vervolgens ook nog deze twee accolades weghalen. En je zult dan zien, als het een beetje mee zit, bijna. Je kunt zelf deze informatie deze informatie is nog nodig. Het enige wat ik ervan moet doen,
is om te zorgen dat de compiler dit herkent als een lambda-expressie, is er een pijltje tussen te zetten. Dus als ik dat nog even terug laat zien. Dit is mijn oorspronkelijke, deze rename wil ik niet terugrollen. Dus als ik naar mijn oorspronkelijke definitie kijk, dan zit daar een hele hoop informatie in die ik eigenlijk of niet nodig heb, of de compiler zelf kan raden uit wat er beschikbaar is in deze klas. Dus nog een keer weghalen wat je eigenlijk niet nodig hebt. Al deze troep voor de eerste ronde haak, die kan ik weghalen. Ik kan alle troep, waarom is nou niet alles weg? Nog een keer. Alle troep tot en met die ronde haak, ja dat is toch goed. Dit kan ik weghalen. Ik moet dit weghalen, return statement. Ik moet dat vervangen zometeen. Dat ga ik zometeen vervangen door een pijltje. Dus ik heb, oeps, fout. Zo, ik heb van deze accolades geen enkele nodig. En ik moet alleen dit ronde haakje nog. Ik heb er geen enkele nodig, zei ik. Ik hoef alleen maar dat toe te voegen. En ervoor te zorgen dat de compiler dit herkent als een lambda-expressie door er een pijltje tussen te zetten. Dat pijltje zegt eigenlijk, ik heb twee inputs, A en B. En ik lever een waarde op. Die leveren samen waarde op. Er wordt een berekening gemaakt. Eigenlijk staat hier, ik heb een methode, zo heet het, een methode zonder naam, want die methode is zelf heeft geen naam meer, waarbij de uitkomst van die methode het resultaat is van deze berekening. En dat is eigenlijk hetzelfde als de methodedefinitie. Je kunt er inputs in hebben, parameters in stoppen, en er komt altijd één returnwaarde uit. En dat is precies wat we hier mee kunnen doen. Als ik dat nou even netjes formateer en zo, dan ziet het er een klein beetje aantrekkelijker uit. Kan zelfs zo. Ja, dan zien we dat deze comparator eigenlijk niks meer is als deze expressie. Er staat nog steeds wat redundante informatie in. Dat wil zeggen informatie die meervoudig aanwezig is in deze uitdrukking. Als we kijken vanaf deze regel, vanaf de regel 16 tot en met regel 14 en regel 15, dan zien we dat daar het woord student wel drie keer in genoemd is. En dat is een beetje veel van het goede, dat is erg nergens voor nodig. En ook dat weet de compiler. De compiler snapt als je een comparator hebt, dat je dan een methode aan het maken bent die twee parameters neemt en wel de parameters van het type zoals je de comparator gespecificeerd hebt, zoals hier staat. Die comparator, dat is de comparator van het type student. En als ik dat weet, hoef ik dat niet hier nog een keer te herhalen. Dan kan ik ook simpelweg zeggen, oké, dan is A een student en B een student. En vervolgens kan ik de operatie van die vergelijking gaan maken. Ja, nou, laten we dat geleerde nou maar eens toepassen op deze regel. Comparator, en laten we dat ding ook een goede naam geven. Wie zou de expressie kunnen opschrijven om A en B te vergelijken op basis van de lengte van hun namen? Wie waagt zich daaraan? Ik wil de studenten vergelijken op basis van de lengte van hun, laten we zeggen, voornaam. Want deze student heeft een voor- en een achternaam, twee aparte delen en ik wil nog niet het voorbeeld niet moeilijker maken met het samenvoegen van die twee delen. Ik wil een expressie hebben, dus het rechterdeel van de lambda-expressie, waarin staat hoe ik de lengte van A en B met elkaar vergelijk, zodanig dat het overeenkomt met het contract van de comparable. Wie durft? Hoe kan ik de lengte van een naam bepalen, van een studentnaam bepalen? Ik kan eens van A, dat is een student, kan ik vragen wat heb je allemaal te bieden? Nou, als we het over de first naam hebben, de voornaam hebben, dan zou dat de goede aanpak zijn. Die first name is een string en ik kan vervolgens de operaties van die string uitvoeren. Ik kan de lengte van dat ding opvragen. En datzelfde kunstje kan ik ook voor B. Dus
hier B neerzetten. En een minteken ertussen. En ik ben er. Dus zo snel kan dat gaan. Omdat je weet, en even een beetje puzzelen natuurlijk, in het begin kijk je er heel de frame tegenaan, maar omdat je weet welke operaties er mogelijk zijn op die verschillende types. Je weet dat A en B allebei een student zijn, want dat staat in regeltje 16 vooraan. Het is een comparator van student. En daarmee kan ik dat zaakje met elkaar vergelijken. En dat werkt, dat wil ik ook laten zien. En dat ga ik doen door een stukje te bieden uit een ander voorbeeldje. Ik stap over naar dat schoolvoorbeeldje. Sla deze zaak allemaal even op. En ik ga naar dit schoolvoorbeeldje waar precies dat gebeurt. Nee, toch te vroeg. Gaan we niet doen. Ik ga terug naar mijn voorbeeld. Mijn groene voorbeeld. Ik ga studenten ophalen. En even kijken, moet ik wel eventjes dit uitzetten. Dat wil zeggen, ik verschuif het even, zodat ik wat magie kan bedrijven zonder dat jullie daardoor gestoord worden. De magie is voorbij. Ik wilde namelijk simpelweg even zorgen dat ik op de een of andere manier een verzameling studenten kan oppakken zonder dat ik daarmee te ver in de toekomst van die les, van deze les ga grijpen. Dus ik heb hier een methode staan. En die methode die kan ik gebruiken om studenten op te halen. Dus laat ik die maar eens aanroepen. En zo een punt komma erachter. Even kijken. En dat staat al. Er wordt hier iets met exceptions gedaan. Dat is niet zo fraai. Er wordt iets met exceptions gedaan. Dus die moet ik verder gooien. Die moet ik doorgooien. Maar dan, dat was het dan ook. Wat is dat ding niet te duren? Ja, oké. Okay. Dan is die weer tevreden. Dan kan ik dit ding dichtmaken. Dat is nu nog niet van belang, maar dat komt zo meteen. Ik kan dan daar kan ik een variabele aan toekennen. Je ziet nu dat hier een list type als linkerzijde wordt genoemd. Dus het statische type is hier een list. Omdat de methode die ik gebruik, getStudents, een list type teruggeeft. En die lijst, een lijst in Java, een lijst kan ik sinds Java 8 kan ik die sorteren. Dus ik kan dus zeggen students, punt, en dan een sorteermethode geven. Die geef ik een comparator mee. En dan wordt daarmee gestudeerd. En je ziet dat ik nu die studenten sorteer op studentnummer. En als ik vervolgens van al die studenten het studentnummer op zou vragen. Dus met een for each lus. Sort v student.getStudentNummer. Ik hoop dat het zo heet. Number. Ja. Hier de ronde haakjes achter zetten. Nee, die is er niet. Heb ik dat anders geschreven dan? Ik heb het fout geschreven natuurlijk. Dit is geen Java, Pieter van Holmberg. Dit moet een kleine letter zijn. En laten we dat allemaal weghalen. En dan mijn studentnummers laten zien. Dat kan ik nu uitvoeren, dit programmaatje. Bijvoorbeeld uit laten voeren. En je ziet hier dat studenten, dat is natuurlijk niet heel erg indrukwekkend, maar je ziet hier dat de student in het studentnummer volgorde naar boven komen. Nou zul je kunnen zeggen, waar je te voetelen, want die studenten zijn al lang van tevoren gesorteerd. En dat klopt ook, want die studenten staan simpelweg in studentnummer volgorde in de lijst. Je ziet hier dat Malvina Moelden, die heeft 3, 1, 3, 4, 5, 2, 1.
En dat is ook het eerste studentnummer wat hier naar boven komt. Maar om te laten zien dat dit werkt, zou ik me voor kunnen stellen, laten we de opdracht eens anders formuleren. Laten we zeggen, sorteer ze nou eens achterstevoren. Wie heeft een idee? Hoe kan ik nou heel makkelijk de studentnummers achterstevoren sorteren? Wie heeft een idee? Ik moet een vergelijking gaan doen tussen twee studentnummers, maar ik wil dat de sorteervolgorde achterstevoren is. A, dat zo doen, A en B moet ik met elkaar vergelijken, maar ik wil de sorteervolgorde achterstevoren is. A en B, en ik wil dat de sorteervolgorde achterstevoren is. B, A. Dus simpelweg, door hier B aan A te vervangen van plaats, en ik denk dat dit het beste is om te doen, want A en B en B en A, B en A, dat is de omgekeerde alfabetische volgorde, dat geeft al een hint wat er feitelijk gebeurt. Dat dit een achterwaartse vergelijkingsoperatie is. Dus als je A en B gebruikt als elementen die je met elkaar vergelijkt, en je zet ze vervolgens, verwisselen ze van plaats, dan is het min of meer evident dat je een comparator gemaakt hebt die achterstevoren vergelijkt. En dat heeft dan ook het gevolg dat hier nu niet het studentnummer 3134521 uitkomt, maar zometeen zullen we daar zien dat de student met dit nummer vertoond wordt. Weet je wat? Ik ga die student simpelweg laten zien. Net zo netjes. Dus als ik dat dingetje nog een keer laat lopen, dan zul je zometeen zien dat Linda Loenberg, dat die zometeen direct naar haarzelf staat. In het gesorteerde lijstje. En dan is dat een beetje lastig zoeken, want dan wil ik de overgang niet meer. Laten we daar maar een scheidingslijn tussen zetten. Streepjes. En dan laat ik het nog een keer laten lopen. Zodat we weten waar het begin en het einde van het hele verhaal is. En dan moeten we die streepjes even terugzoeken. En dan zien we hier die streepjes staan. En zie je hier dat inderdaad Linda Loenberg volgt onmiddellijk als eerste element in de omgekeerd sorteerde lijst. Na de laatste Linda Loenberg in dit ongesorteerde lijstje. Of althans, het lijstje waar we nog verder geen werking op toegepast hebben. Nou, datzelfde gaan we ook. Come on. Yes. Datzelfde gaan we natuurlijk nu ook doen. Dat sorteren gaan we nu ook doen met die andere comparator. En daar kan ik die student naamlengte comparator voor gebruiken. En zo op die manier kan ik nu datzelfde programma nog een keer laten lopen. En dan zal de volgorde zijn op basis van de lengte van de naam. Let even op de lengte van de naam. Waarom heb ik de lengte van de naam gekozen? Dat heeft alles te maken met het feit dat we dan een simpele bewerking hebben. Een A min B, een integer aftrek operatie. En nu zie je hier dat de student met de kortste naam, Ma, die komt als eerste. En dan komt Enid en dan Greg. Dat zijn er een hele hoop die dezelfde naamlengte hebben. Dan komt er een naam met vijf letters. Dan komen de namen met vijf letters. Dan komen de namen met zes letters. En de langste naam is, wat staat daar? Ariadina. Dat is de student met de langste naam. Oké, dan hebben we gezien dat we op basis van integers heel eenvoudig kunnen vergelijken. In Java komt het voor dat een aantal klassen, niet allemaal, maar een aantal belangrijke klassen, die zijn zelf al onderling vergelijkbaar. Die zijn zogenaamd natuurlijk met elkaar te vergelijken. Naturally comparable. En de belangrijkste daarvan zijn de integer klassen en de double klassen en de long klassen. Allemaal die primitieve types, die hebben een natuurlijke ordening. Zelfs boolean heeft een natuurlijke ordening, want false is kleiner dan true. Dat is, zo is de definitie, zo is het ooit vastgelegd. En dat betekent dat we die heel eenvoudig met elkaar kunnen vergelijken. Niet zozeer door een aftrekoperatie uit te voeren, maar simpelweg aan die klasse zelf te vragen. Vergelijk jij A en B alsjeblieft voor mij? En om dat te laten zien, gaan we een derde comparator maken. Die derde comparator gaat heten naamcomparator. Ik wil nu de studenten op naam vergelijken. En dat zou dan moeten betekenen dat die vergelijking is op basis van de alfabetische volgorde van de studentnamen. Daar moet een punt komma achter. En hoe gaat dat dan?
Nou ja, eigenlijk is het hetzelfde. Dit is ook weer een comparator waar ik een A en een B stop. En wat ik met elkaar wil vergelijken is de naam van A, get name. En dat is een integer. En een sorry, dat is een string. Natuurlijk geen integer, maar een string. En zo'n string, even kijken. Student en comparator, wat wordt hier gezeurd? Hij zegt ik moet een punt komma hebben. Ja, dat geloof ik. Nou, ga typ even door. Compare do. Dat is de methode die alle comparable klassen kennen. En die ga ik vergelijken met de naam van. Die ga ik vergelijken met de naam van. Die ga ik vergelijken met de naam van B. Even kijken of dit wil zoals ik het had gedacht. Ja, nou. Niet helemaal. Daar staat wat te veel van het goede. Daar staat gewoon geen is-teken. En wat staat hier? Ja, de naammethode bestaat niet. Dat moet de first name methode zijn. Excuses. En dit moet de first name methode zijn. Zo. Een beetje worsteling, maar dat komt omdat ik het zo snel zie. Dat is niet erg. Ook dat is af en toe nuttig om proberen na te denken wat die IDE je probeert te vertellen. Wat ik nu uiteindelijk opgeschreven heb is niks anders als ik haal een string op. Dat doe ik door op student A, van student A de eerste naam, de first name te vragen. En vervolgens die te vergelijken met de first name van B. Nu heb ik weer een nieuwe comparator gemaakt. En waarbij het dan zo is dat door het vergelijken van die twee namen, van die twee strings, ik dan de goede volgorde krijg. Dus Alva staat voor Bernard enzovoort, enzovoort. Dus dat gaan we ook weer toepassen. We gaan deze sorteertoestand wel even op de goede plaats neerzetten. Ik ga sorteren op de naam. En dit bovenste heb ik misschien niet nodig. Even kijken, laat ik die student ergens zien. Misschien doe ik dat hier al. Nee. Dus ik ga nou die studenten op dit programma opnieuw laten lopen. En waarbij na de streep de studenten staan gesorteerd op de voornaam. Je ziet dat Alana voor Annalisa, voor Aline enzovoort komt. Dus deze dingen zijn nu op volgorde van de namen gesorteerd. Samenvattend, het stukje over de comparator gaat er over om te laten zien dat je een interface kunt vastleggen. Het comparator interface. Laten we eens kijken of we dat nog ergens hebben rondslingeren. Ja, hier staat het comparator. Oeps. Hier staat het comparator interface, maar ik moet. Nee, comparator interface, waar staat dat ding dan? Ah. Ja, het comparator. Waar is dat ding nou? Ja, juist, daar is die. Het comparator interface. Je ziet daarin dat er een aantal methodes gedefinieerd zitten. En er is precies één methode. Dat is deze, die compare methode die je moet maken. Deze tweede methode die hebben we georven van equals. Maar dat heeft te maken met dat die hier genoemd wordt, heeft te maken met het feit dat comparator iets bijzonders betekent voor equals. Daar ga ik nu even niet op in. Maar we gaan ook eventjes naar string. String, daarvan weten we ook dat die comparable zijn. Klasse string, dat is eigenlijk best wel een hele... Oops. String. Yep. Daar is onze string. Dat is een hele belangrijke, maar ook een tamelijk complexe klasse. Daar zitten een aantal constructors in. En daar zit hier de compareTo methode. Is hier gedefinieerd. Die compareTo methode die zegt.
hoe die vergelijking plaatsvindt. En als je kijkt naar de effecten zoals dat ding werkt, dan zie je dat die net zo lang doorgaat met het zoeken in de twee strings A en B, totdat hij een verschil vindt. Dus als hij vergelijkt de eerste twee letters, als er verschil is tussen die twee, dan weet je al wat de uitkomst is. Als dat niet, als die gelijk zijn, dus als die comparator tussen die twee karakters 0 oplevert, dan moeten we naar de volgende set van karakters. Totdat of een van de strings op is, dus dat we aan het einde van een van de strings gekomen zijn, dan is de kortste de kleinste. En anders dan gaan we net zo lang door tot we het verschil gevonden hebben. En als we een verschil vinden, dan is degene die het hoogst, de hoogste waarde heeft bij die vergelijking, dus die de positieve waarde oplevert bij de vergelijking, die levert dan, dat is dan de grootste. En wat we in feitelijk doen, is simpelweg het teruggeven van de vergelijking van die waarden. En dat kunnen we ook zien. We kunnen dat ook zien als we naar deze compareTo-methode gaan in Java. En dat wil zeggen, we gaan even spieken in de broncode. Hoe hebben ze dat dan gerealiseerd? Dan moet ik even naar deze methode gaan. Dan zie je dat die hier staat. Dat staat, lijkt heel wat. Maar wat er feitelijk staat is, even kijken, hij doet een vergelijking, een compare toe tussen twee Latin strings. En eigenlijk komt het erop neer dat hij die twee zaken van elkaar aftrekt. Laten we daar nog eventjes in kijken wat daarin staat. Even kijken, de compare toe. Hij doet nog een keer een compare toe. Dus dat is wel eventjes zoeken. Maar op een gegeven moment moet je een aftrekoperatie tegenkomen. Dat is deze. Of deze. Hier zie je ook weer een aftrekoperatie. Je ziet die simpelweg die karakterverschillen bepaald worden en dat uiteindelijk de uitkomst oplevert. Ja, dat is misschien een detail dat een beetje te ver voert. Maar goed. Laten we eens even kijken wat we nog meer gaan vertellen in deze les. Terug naar mijn overzicht. Comparable interface. We hebben daar aan de hand van daarvan nog een keer uitgelegd wat een interface is. Dat we een interface die weliswaar niet kunnen, zelf kunnen instantiëren, maar wel als we het huiswerk doen. Door alles wat tussen die accolades staat als volgt nog zelf te implementeren. En wat we uiteindelijk oplevert is een hele eenvoudige expressie. Waarbij we twee waarden met elkaar vergelijken. En in heel veel gevallen, niet in alle gevallen moet ik zeggen, maar in heel veel gevallen is het simpelweg een aftrekoperatie. A min B of A eigenschap min B punt eigenschap of iets dergelijks. De één belangrijke uitzondering, er is één belangrijke regel waarop je deze operatie heel eenvoudig mag doen. Dat is dat allebei de waardes van die eigenschap van A en van B moeten positieve getallen zijn. Minimaal 0, 0 mag. Maar als die twee getallen van verschillende waarden zijn, dan kan het bij hele grote extreme getallen, heel dicht bij de int, de maximale int of de minimale int, dan kan het fout gaan. En op het moment dat dat gebeurt, dan moet je een klein beetje meer werk doen. Of simpelweg gebruik maken van het feit dat de integer klasse heeft een compare methode. En die compare methode die doet het juiste. Dus als je zelf niet weet wat het waardebereik is van die eigenschap, de lengte van A en de lengte van B, als je niet weet of dat, hoe groot die uiteindelijk kunnen worden, dan kun je zeggen integer.compare A, B en dan ben je er ook. Dat zou er dan als volgt uit kunnen zien. Dat kan ik hierin laten zien. Zo. Hier heb ik zo'n aftrekoperatie, ja, hier deze getallen. Ik zou ook dit op kunnen schrijven. Integer.compare A en B of X en Y stond dan, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Dit kan ik ook doen als ik niet weet wat. Wat heb ik nou? Even kijken. Zegt hij dit? Int found int. Wat staat daar? Ja. Oh ja, natuurlijk moet ik dan het minteken zelf moet ik dan vervangen door een comma, omdat er twee parameters zijn aan de integer compare methode en ik twee integer waardes aan meegeef, zodat integer compare zelf het juiste doet. Als je daar wil weten wat dat precies doet, dan kun je dat een keer nakijken door zelf met die broncode naar die broncode te gaan. Dat ga ik nu niet doen, anders kost het ook, dat kost dan weer te veel tijd, want we zijn al voorbij 1 uur. Oké.
Het volgende stukje. Aan de hand van die comparator hebben we uitgelegd wat zo'n lambda-expressie is. Dat is namelijk die hele operatie, de twee parameters, of die inputs, dat kunnen er meerdere of zijn, of ook zelfs geen, plus de expressie, die berekening die er gemaakt wordt, heel compact op te schrijven. Veel meer is het eigenlijk niet. Er zijn wel meer informatie, er is wel meer informatie over. En er is ook wel meer theorie over uit te leggen, maar dat is een PRC1 is dat absoluut nog niet nodig. We gaan die eigenschap wel al gebruiken in hoofdstuk 10 of in week 10, doordat we gaan gebruik maken van streams. En dat is de andere grote innovatie die in Java 8 is toegevoegd. Dat zijn de stream operaties. En daar gaan we eens naar kijken. Dus al dat comparable, dat hebben we gezien en dat kunnen we nu ook nog gaan doen. En dat gaan we nu vervolgens doen in dit schoolvoorbeeld. Dan ga ik eventjes wat commentaar maken van het nodige. Misschien doe ik dat wel op de manier die ik normaal gesproken zelf niet gebruik. Dat is namelijk dit en dat. Want dat zou het voorbeeld moeten hebben. Nee, jammer, werkt niet. Dan doe ik het niet. Dan doe ik het op de manier zoals ik altijd doe. Nu grijs maken. Als ik lambda expressies Westerwil kan gaan gebruiken, dan kan ik dat doen aan de hand van de zogenaamde stream operatie. Stream operaties die zijn gedefinieerd op alle mogelijke collection types. Je ziet ook hier dat ik die getStudents methode die ik al eerder heb laten zien, al gebruikt heb, die gebruik ik hier. En die getStudents methode die levert niks anders op als een lijst van studenten. Een lijst is een subklasse van collection, dus ik kan hier ook zeggen van een collection. Collection, dat zijn de dingen die ik kan streamen. Dat wil zeggen, ik kan tegen deze student, een collection van students, van student, kan ik zeggen stream die is. En wat dat betekent is eigenlijk niet meer als plaats elk van de elementen uit die collectie op een soort lopende band. Dat wil zeggen, produceer die één voor één. Maar doe dat pas op het moment dat er iemand om vraagt. Als je dat dan volgens doet, dan kun je je voorstellen dat het werkt als een soort lopende band in een fabriek, waarbij de mensen achterin volgens operaties op die dingen die op die lopende band voorbij komen doen. Bijvoorbeeld deksel dichtschroeven, of eerst jam erin, en dan deksel dichtschroeven, en dan in een doos pakken, enzovoort. En vervolgens een nieuwe doos pakken, weet ik wat er allemaal moet gebeuren, of etiketje erop, ik heb geen idee. Lopende band, dat is een heel belangrijk idee. Lopende band in de productielijn kan ook betekenen dat je een soort moment controle doet. Kwaliteitscontrole. En een kwaliteitscontrole kan betekenen dat een product geschikt is of niet geschikt. Ook dat kunnen we in dit lopende bandmodel, in dat streammodel. Dat kunnen we met behulp van de zogenaamde filteroperatie. We kunnen dan bijvoorbeeld gaan kijken naar een filteroperatie waarbij we alle elementen willen zien die de gender geslacht F hebben. We zijn blijkbaar geïnteresseerd in dames. Ik weet niet waarom, maar dat schijnt in dit voorbeeldje te pas. Ik wil vervolgens, en dat is dus één operatie. Ja, je kan deze dingen even uitschakelen. En je ziet dat ik hier ik ga het zelfs nog helemaal weghalen, want het is veel duidelijker. Weg. Dat kan allemaal zo meteen er nog makkelijk bij gezet worden. Hoppakee. Hoppakee. En dan doe ik even dit. Oeps. Even dit. En dan dat isje daar weg. Ja. En dan hier. Dat voorzetten. Ja. Hier heb ik dus die studenten. Daar kan ik een zogenaamde streamoperatie op doen. Dat wil zeggen, al die elementen zullen er één voor één uitrollen als er iemand om vraagt. En als die elementen dan voorbij komen, dan kan ik die vervolgens filteren. Ik kan dan zeggen, ik wil ze ja of nee verder laten gaan. Filter betekent niks anders dan als het goed is, als de uitkomst van de filtering true is, dan mogen ze verder op de lopende band. Als het niet is, worden ze eruit gekiept. Nou, dat is dat is niet zo heel erg moeilijk, zo'n filteroperatie te specificeren, want dat is niks anders dan iets wat een boolean oplevert. En iets wat een boolean oplevert, dat heet in Java heet een predicaat.
predicaat in dit geval op een student. Ik kan dat ook laten zien, maar dat gaan we niet doen. We gaan nu even heel simpelweg kijken naar al die operaties die we hier kunnen definiëren in de vorm van een lambda-expressie. En die lambda-expressie in dit geval is, we moeten iets doen met de elementen die voorbij komen. En dat zijn studenten. Ik mag daar ook student van maken als ik dat zou willen. Oeps. Ik mag daar ook student van maken. Student. Deze is ietsje beter. En dit filteroperatie zegt, als f gelijk is aan de gender van die student, dan zijn ze oké. Okay, en anders kip ik ze eraf. Nou, als we daar niet van, ze liever als de mannelijke masculine willen zien, dus feminine op masculine, de mannen willen zien, dan zou dit de filteroperatie kunnen zijn. Als ik dit dan vervolgens uitvoer, dan zul je zeggen, ja, wat zien we dan? Nou, we zien helemaal niks. Want die operatie wordt wel uitgevoerd, maar er gebeurt niks, omdat we niks op het scherm zien. Deze waarde wordt niet uitgegeven. Dat kan ik alleen maar doen door daar een variabele van te maken. En die heet dan de list of reds. Nou ja, waarom dat reds heet, dat komt straks wel. En ik kan dat lijstje natuurlijk laten zien. En die lijst van reds, die wil ik laten zien. En als ik dat dan vervolgens uit laat voeren. Dan zul je zien dat ik alle studenten. Dat ik alle studenten die vrouwelijk zijn als uitvoer heb. Je ziet het er een beetje wild uit. Dat komt omdat ik een beetje belui ben geweest. Ik heb simpelweg printline van die list reds gedaan. En dit is wat een lijst doet met zijn inhoud. Daar staat ergens een rechte haak aan het begin en een rechte haak aan het einde. Daaraan zie je dat de grenzen van die lijst. Maar het is natuurlijk netter als ik die simpelweg vertoon met een for each loop. En dan elk element laat zien. En dan hier maar simpelweg alleen maar dit ding laat zien. En als ik het dan nog een keer laat lopen, dan zie je zo meteen dat ik alleen maar de studenten heb die voldoen aan dit filter zie. Oh, wat ik nou nog steeds niet goed. Ja, dit had ik weg moeten gooien natuurlijk. Oops, okay. Je ziet nu dat ik deze lijst van studenten die aan de kwalificatie F voldoen, dat alle dames hier voorbij komen. Dat gebeurt hier vanaf het streepje. Ik moet weer even zo'n streepje bietsen. Zo. Zo. En uiteindelijk zullen daar streepjes tussen staan. En dan zie je dat ze dit allemaal vrouwelijke studenten zijn. En als ik in ieder geval de mannen zie, dan past het programma. Oops, dan past het programma aan. En dan maken we hier M van masculine van. Dat kan ook. En zo zie je dat hier alleen maar de jongens komen. Eugenio, Uduan, Edmundo, De Wit, Terence, Horace. Om op buitenlandse namen zo te zien. Kan. Goed. Die filteroperatie is één van de operaties die ik kan toevoegen op mijn lijstje. Maar ik kan ook meer dingen doen. Ik kan namelijk ook nog een transformatie doen. Net zo goed als ik op een lopende band spullen in kan pakken en uit kan pakken, kan ik ook een vertaling doen. Of zoals het in Java heet, een mapping doen tussen het ene type en het andere type. Stel nu dat ik de namen wil hebben van alle jongens. En dan zie ik niet alle details, maar ik wil alleen maar de namen van de jongens hebben. Dan kan ik dat doen met een zogenaamde map-operatie. En die map-operatie is dan bijvoorbeeld de map-operatie om van de student de naam op te halen. Student.getName. First name. En daarmee maak ik dus een vertaling van één type van type student naar het type string. En dat betekent dat ik een transformatie heb gedaan van het ene naar het andere type. Nu zie je dit, op dit moment zie je er niks van. Even kijken. Op dit moment zie je er niks van. Daar wil ik nu even nog niet naar kijken, dat komt zo meteen. Want, en dan moet ik hier het insteken neerzetten en daar
dan is die kan weghalen. Heeft namelijk het goed is het voordeel. Nee, nu niet. Maar nu het voordeel dat als ik nog geen toekenning heb gedaan, kan ik zien wat de tussentijdse resultaten zijn. Je ziet hier aan het einde met deze NetBeans 12.2 versie, dat aan het einde vertoond wordt wat voor stream dat je hebt. Je hebt hier een stream van studenten. En als ik een map operatie doe, dan heb ik in één keer een andere stream. En op het moment dat die stream van type wijzigt, als dat type wijzigt, dan krijg ik er een nieuwe waarde te staan. Stel dat ik hier nog een keer een filteroperatie zou doen. Ja, hier nog een keer een filteroperatie. Punt filter. X naar true. Dit is dus ook een expressie die altijd true oplevert. Dan zul. Oh, Pieter. Filter, Pieter. Zo. Dan zie je dat er hier dat stream student niet achter staat. Om simpelweg dat het hetzelfde type is. Dus alleen als er een wijziging opgetreden is in de streamdefinitie, dan wordt dat vertoond. Dus ik heb hier nog een stream van studenten. Ik heb hier een filteroperatie. Dus die doet niks. Die laat alles simpelweg passeren. En deze map-operatie die doet een transformatie. Die maakt van studenten maakt die strings. Door simpelweg de naam eruit te pikken en dan dat op de lopende band te zetten. En je zou je kunnen voorstellen dat het studentobject weggooit. Nou, in ieder geval niet verder gebracht. Weggooien gebeurt niet feitelijk. Maar je negeert het vervolgens, zet het niet meer verder op de lopende band. Dus je kunt behalve filteroperaties, kun je ook streamoperaties toevoegen. Maar je kunt nog meer dingen doen. En die meer dingen die je kunt doen is onder andere eens spieken. Tussentijds spieken wat dan ook feitelijk in die stream allemaal voorbij komt. En dat spieken heet in het Engels peak. Cheat ook wel, maar peak is het andere woord. En die peak operatie kunnen we simpelweg zeggen, nou weet je wat, laat mij gewoon simpelweg zien wat hier voorbij komt. En ik schrijf dat zo meteen nu op een bijzondere manier. Dat ga ik zo meteen ook nog uitleggen. Zo. En dan heb ik een ronde haak te veel staan. Zo. En dubbele punt. Twee keer dubbele punt. Ik ga namelijk ervoor zorgen dat ik alle elementen die langskomen op die lopende band op deze plaats laat op het scherm laat verschijnen. Met deze piekoperatie. Dus als ik mijn programmaatje nog een keer uitvoer. Die eerste uitvoer wil ik even niet meer zien. Waarom zie ik dat? Doet die dat? Nee, die doet dat niet. Wie laat mijn studenten nou zien? Ah, die doet dat. Die doet dat vast en zeker. Zie je wel? Die doet dat. Zo, afgelopen. Hupsakee. Close all. Oké. Nu zie je dat ik... nu zie ik dat ik dat lijstje studenten voor de streep heb staan. Voor die dubbele streep heb staan. Ik was in de school bezig en niet in het voorbeeld. Deze dubbele streep heb staan. Dit ding kan nog weg, want het heeft geen nut meer. Je ziet hier dat ik, als ik het programma nog een keer uitvoer. Kijken of ik dat ergens anders neer kan zetten, dat ding. Ja, hoppakee. Kijk, dat is mooi. Als ik het programmaatje nog een keer uitvoer. Dus deze runknop druk. Dan zie ik dat ik alle studenten voorbij kom. In de volgorde waarin ze in de bron zitten. Dus waarin ze uit die get students methode komen. En vervolgens met deze peak methode worden ze op het scherm vertoond. Ik zal je dat ook bewijzen.
punt line van s plus, nee, s plus s. Dit even weg. Zo. Wat ik gedaan heb, is dit vervangen door een andere manier om de informatie op te schrijven. Maar om te laten zien dat er een S'je voor al die dingen staat. Dus dit is het, hier staat die piek. En als ik dat dan laat lopen, hoppakee, dan zie je dat daar ook, ja, dat klopt. Ik heb je print gezet in plaats van printline. Ja. Dan zie je dat alle studenten voorbij komen en dat het, op wat op het scherm vertoond wordt, dat komt door deze piek. En die piek kan ik ook doen na de filtering. Dat wil zeggen, ik kan die regelweg simpelweg kopiëren. En deze onzinnige filter gooien we er even uit voor het gemak. Nee, voor het overzicht. Voor het gemak. Dat wil zeggen, dit zijn alle studenten voor de, voor de filter. En dit zijn de studenten die door het filter heen komen. En dat gaan we even laten zien. Dus dit zijn de studenten. Hé, je ziet iets vreemds. Je ziet hier 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 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 2. Daar zit er relatief weinig mannen in deze klas. Je ziet dat de volgorde een beetje vreemd is. De volgorde is namelijk de productievolgorde van die lopende band. Op het moment dat er iets afvalt van die lopende band, dan wordt vervolgens een nieuw element uit de bron gepakt. Dus wat je zult zien is dat die piekoperatie, die geeft simpelweg de informatie door. En als die gefilterd wordt, dan wordt die doorgegeven aan de volgende operatie. En dat is de tweede piekoperatie. En dan uiteindelijk aan de map-operatie. En dan uiteindelijk aan de collect-operatie. Dus wat er gebeurt is, die volgorde lijkt een beetje vreemd. Dat is niet de volgorde die je zou verwachten als je dat met een lijst, als je dat met een normale lijst zou doen. Namelijk eerst haal je alle elementen eruit. En vervolgens ga je de operatie doen uit de elementen die eruit komen, uit die lijst komen. En vervolgens ga je de volgende operatie doen. Nee, je zult zien dat er steeds maar één element in die hele stream zit. Dat is maar één element wat beschouwd wordt. Als het element aan die filters voorbij komt, dan loopt het simpelweg door tot het einde. Als het van de band afgegooid wordt, dan wordt het volgende element uit de bron gepakt. Zodat je deze vreemde volgorde ziet. We hebben dus nu gezien dat we die piekoperatie daar hebben staan. En als ik deze, als ik daar commentaar van maak en nog een keer mijn programmaatje laat lopen, dan zie je dat ik alleen maar de piekoperatie 2 te pakken heb. En dat zijn alleen maar de mannelijke studenten in deze groep. En die worden uiteindelijk, van die mannelijke studenten wordt uiteindelijk de naam in deze lijst gestopt. Nou, dan kan ik die lijst kan ik vervolgens vertonen. Als ik die tenminste een naam geef. En dat kan ik als volgt doen. Ik kan die lijst natuurlijk weer met een for each loop laten zien. En zo. Oops. Dat heb ik fout gedaan. Nou, laat ik dat even netjes doen. Een beetje rommelig scherm te worden. Hoppakee. Voor E, hoppatee. Je ziet dat deze lijst van rooien is nu in één keer geen student meer, maar is een lijst van string. Deze for each operatie laat zien dat deze list red, waar ik hier var nog voor gezet heb, dat lijkt zo meteen uit. Dat is nu een lijst van strings, geen lijst van studenten meer. Ik kan dat ook laten zien door dat als volgt te doen. Op het moment dat ik dan die gele aan de linkerkantlijn zo'n lampje heb staan, dan kan ik daar een variabele aan toekennen. En dan wordt daar de specifieke naam aan gegeven. En daar kan ik ook nog een explicit type with var maken. Op het moment dat ik het niet zo spannend vind wat dat type is, dan kan ik daar var neerzetten. Dan wordt wel door Java vastgehouden wat het type is. En dat type moet altijd hetzelfde blijven. Maar ik heb het dan wat makkelijker in deze voorbeelden. Eens even kijken wat er nu gebeurt. Ja, nee, dat heet geen collect. Dat heet dus... Oops, oké.
En die dingen wil ik natuurlijk allemaal laten zien. Sort V, huppakee. En uiteindelijk dit, het resultaat van mijn bewerking laten zien. Dus een filteroperatie op studenten. Een streamoperatie op studenten. Daarop gefilterd. Daar eventueel meegekeken. Stiekem gepiekt. Met de piekoperatie. En dan vervolgens vertaald van student naar namen. En die vervolgens in het lijstje vertoond. En als we dat nou nog een keer doen. De laatste keer. Dan zien we dat hier de namen van de studenten. Van de mannelijke studenten voorbij komen. Wat hebben we hier nog meer gezien? We kunnen natuurlijk zo'n lijstje ook nog sorteren. Dit is leuk. Dit zijn de namen van die studenten. We kunnen die ook nog sorteren. En dat sorteren kan dan met behulp... Oops, daar moet ik een puntje voor zetten. Die kan ik dan sorteren met behulp van een comparator. En dat kan ik ook bijvoorbeeld specificeren door comparator... Nee, ik moet hier een comparator aangeven. Dat is dus natuurlijk weer een A en een B. Dat vind ik zelf de mooiste manier om dat aan te geven. En dan haal ik van die... Het zijn nu strings, ja. Bedenk even dat het strings zijn. Na deze map-operatie heb ik een stream van strings. En dat betekent dat ik die string simpelweg kan vergelijken met de compare-to-methode. Omdat die een string al gedefinieerd is. En ik moet hier niet sort neerschrijven, maar sorted. Want zo is die... naam van deze methode in de stream. En je ziet hier dat ik wat ik nu heb staan is stream, filter, alleen de mannen, de voornaam, die vergelijken, die sorteren door te vergelijken met op de voornaam en op die voornaam die ik hier al opgehaald heb en de vervolgens daar een lijst van maken en dat dan vertonen in de in de uitkomst. De uitvoer zal dan een lijst van gesorteerde namen hebben. Annalisa, Charles, blijkbaar is dat een jongen. Dave, DeWitt, Edmundo enzovoort. Dat zijn de heren in dit gezelschap. En wat kan ik hier nog meer laten zien? Ja, uiteindelijk, waar komt dat list red vandaan, zou je je kunnen afvragen. Oh, die studenten hebben allemaal een kleur haar. En ik zou eens kijken of hier studenten bij zitten met een blauw haar. Dat zou zomaar kunnen. Dat zijn van die hippies. Of hoe heet dat? Die filter. Ik heb hier dus weer een student te pakken. Student.get. Ah, wat hebben we allemaal? Hair color. En alles, nou ja, oorspronkelijk heet het red, hè? Dus laat ik daar ook maar red van maken. En eens kijken of ik nu nog studenten over. S. Student. Nou. Punt hier, color. Wat heb ik hier fout gedaan? Ja, nou zit het spul aan elkaar. Oeps. Nou zit het spul aan elkaar. Nou, wat mist er nu? Oh ja, dan moet nog een rond haakje achter de filteroperatie. Even laten zien. Ik heb mijn IDE zo ingesteld dat hij de paren van haakjes laat zien. Dat is heel erg verstandig om dat in te schakelen. Dit haakje hoort bij dat ding wat direct achter filter staat. Dit haakje hoort bij equals. Dit haakje hoort duidelijk bij get hair color. enzovoort. Dus wat ik nu doe, ik ga alle studenten die een rood haar hebben. Dat kan natuurlijk een of ander haarkleurtje zijn. Die mannelijk zijn, die rood haar hebben. En daarvan de eerste naam aan die gesorteerd op alfabetische volgorde. Eens kijken wat er van het lijstje overblijft. Ja, niks. Ja, dat is mooi. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik rood niet toegepast heb als haarkleur.
Maar dat de Engelsen dat graag ginger noemen. Dat is toch even goed knetterrood, maar qua haarkleur. Maar eens kijken of er dan nog een student. Dan blijven Scotty en Terrence over. Dat zijn de twee studenten met rood haar. Jongens, de les zit erop. De tijd is om. Voor jullie fijn, voor mij wat minder, want ik had nog meer op een plan staan. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaat ons niet meer lukken deze week. En dat is ook niet verkeerd. Daar komen we dan een andere keer op terug, want dat zijn onderwerpen die weliswaar belangrijk zijn, maar niet zo belangrijk dat ze boven interfaces en het gebruik van streams gaan. Dat zijn enums, ReLU expressies enzovoort, maar dat gaat me deze reis niet lukken. En ik ga nu weg, want ik moet naar een andere klas. En ik wens jullie een prettige dag. We zien elkaar donderdag weer. Ik heb geen verrassing, maar donderdag krijgen jullie de sticks terug, dus zorg dat je er bent. Dan kan ik ze allemaal inleveren. Tot ziens! Thank you.